Puff het eruit, puff het eruit. Jullie mogen raden wat ze hebben gehad van ons voor de verjaardag. Ja, een trampoline! Een trampoline! Opa, die breekt zo meteen. Dan staat het in ieder geval op film. Ik denk dat dit wel de meest bijzondere plek is voor een trampoline. Ik denk het ook wel. Tussen de koeien, ja. Hij ging bijna fout. Maar dat is echt leuk als je zo tegen de verkeerde richting. Moet je plassen? Nee, ik probeer niet in mijn blote kont te staan. Ah, hier Magda, dat is familie. Ja. En Esmee? Ja? Hoe lang spring je al trampoline? Nienke? Hoe lang spring jij al trampoline? We zijn een interview aan het houden, man. Ja. Bertha? Hoe lang spring jij al trampoline? 100 minuten. 100 minuten? Oké, okay, okay. 100 minuten. Oké, okay, nou ja, dankjewel voor dit interview. Goed verhaal, lekker kort. Ik heb 4 vragen. Wauw. Jezus, ik word helemaal klas hiervan. Ik word zeeziek. De tandjes. Even naar de kassen. Ik ben zo leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik ben Mietje en dat is Esmee. En we gaan kindje doen. En dat is een eentje. Hoppakee. Hi. Ik zweet met de tyfus. Zo mooi. Je voelt dan gewoon dat je hersenen later zijn dan je lichaam. Het is gewoon echt denk, oh, oké. Okay. Ik ga nog een keer springen en dan ga ik eraf. Je zweet mij echt helemaal ongeluk. Ik ga nog één keer die driedubbele achterwaarts flikvlak eindigend met een 27 schroevendraaier. Linkswaartse grab. Links, want net ging het te snel, zag ik. Dus stond er niet goed op. Ze lacht. Zeg het. Ja, nee, ging eigenlijk iets te snel. Amai. Ik hoor je broek gewoon steeds verder scheuren. Dat is één. Kijk. Geen mij naar omhoog. Knap hoor. Jaske. Ik heb de telefoon net omgaan. Lekker. Oh, het is een beetje overbelicht hier. Gaat u wel filmen? Ja, het staat nu weer op filmen. Oh, het is net, truffel, maar dan anders. Hi, ja, zijn, nou zijn ze nog lief. Ook zijn ze ook lief. Ja, doe maar lekker zuigen. Ja. Zit het maar in. Zielen. Ah, lekker. Lekker gegeten. Zou deze nog drachtig zijn? Oh nee. Ah, ja. Ja. Hallo. Nou, zoals jullie kunnen zien. Ik weet niet, hebben we daar wel eens eerder over gehad?
Mijn zus die heeft dus een boerderij. Met onwijs veel koeien. Voor de melkindustrie. Onder andere. Dus vanaf vandaag iedereen, moet ik het wel goed zeggen? Campina. Campina. Kopen. Dag Lippie. Hey, schatje, hè? Je wilt ze toch zo mee naar huis nemen? Kijk die dan. Kom, ik vraag het wel even of we er eentje mogen hebben. Mag vast wel. Wel, welke wil jij? Een lieve. Ja? Eentje die heel klein blijft. Oh, daar is echt een mini. Ja, die zijn heel klein inderdaad. Wat een staf. Stinkt wel iets meer, ja. Ja, deze zijn nog kleiner. Oh, wat een drolletje. Hey Roos. Alles goed? Box. En dan wordt ze heel erg. Onwijs goed gefilmd ook weer. Waarom zoveel vliegen? Mooi beestje. Hard werken, de boeren bestaan. Sergio gaat vandaag even naar de huisarts. Hij heeft een gek plekje op zijn been. Ja. En jij dacht dat het niks zijn, maar. Beter te veel dan te weinig naar de arts, hè? Ja. Nou ja, omdat hij er al zo lang zit en dat hij een beetje groter begint te worden. Dus ik dacht, laten we er maar even naar laten kijken. Ja, want we dachten misschien dat het een ingegroeide haar was, maar hij heeft er al een keer wat uitgehaald. En Sergio denkt dus dat het niet is. Dus even laten checken hoor. Zo poepie, ga je dood? Ja. Wat is het? Alleen maar zwart aantrekken. Wat is het? Het is niks. Gelukkig, zoals altijd weer. Nee, het was niks. Het is, als het groter wordt, dan kunnen we het een keer weg laten snijden. Net zoals wat ik laatst heb gedaan met het ding onder mijn ogen en in mijn hals hier. Dat was ook niet heel erg prettig om te laten doen, dus ik, zolang het niet heel veel groter wordt, dat er zo'n lelijk stukje huid aanhangt, net als bij Mo op zijn been, dan kan het verder geen kwaad. Dus, bye. Oh, kijk dan. Ja, maar je moet het begin even laten zien. Zo ziet het er normaal uit. Ik heb dus mijn haartjes laten groeien. Klein beetje. Zodat we ze kunnen proberen te tackelen. Oh ja, zo zie je het iets beter. Met de Epilady. Maar dat is echt de hel. Dat is echt de hel. Lach me niet uit. En... zoals je ziet, dan is mijn onderste benen, die hebben altijd een beetje donkere haren gemixt met blond. Dat willen we niet natuurlijk, hè? Dan willen we gewoon footsie. Ja, moet je wel wat voor over hebben. Tegenwoordig moeten mannen ook haarloos zijn. Ah, ja. Echt. Puff het eruit. Puff het eruit. Deze moeder gaat gewoon door, hè? Dat zie je wel. Het idiote is dat als je ongeveer 3 keer gedaan hebt, dan doet het geen pijn meer. Nee. Heel raar.
Ja, mijn moeder is zo'n diehard die dit al lang heeft gedaan en ik kwam er maar niet doorheen. Ik heb het wel op mijn armen al een hele tijd geleden gedaan, maar mijn benen... Ik vind het ook nog steeds geen pret. Bovendien is het ook nog heel raar, maar vaak is links gevoeliger. Nee. Ik vind dus ook de plekken waar meer vet zit pijnlijker gewoon. Maar waarom dat is, weet ik niet. Misschien zit er meer beweging in dan of zo. Ah! Strakke lijnen. Oké. Ik ga even verder met pijn lijden. Zo het resultaat. Oh, het resultaat. Na 2 benen epilady. Oh my god. Lijkt wel een allergische reactie, mam. Oh, what the hell. Maar, mijn moeder heeft beloofd dat het een, dat het vooral de eerste keer gewoon heel erg pijnlijk is. En dat het alleen maar minder wordt. Dus we gaan het nu proberen bij te houden. Want echt, ik heb het al een paar keer geprobeerd. Ik was een paar keer aan begonnen, maar ik kwam er niet doorheen. En nou dacht ik, oké, ik ga nu gewoon doorzetten. Ik bijt mijn vinger er wel af. Want ik vind het gewoon heel vervelend om elke keer te moeten scheren. Dan heb je het geschoren en de volgende dag zit er gewoon weer van die stomme stoppetjes die gewoon s'nachts weer even naar boven komen. Dus... Nou, we gaan proberen bij te houden en hopelijk wordt het dan minder. Op mijn armen is dat sowieso wel gebeurd. Dus en we zijn nu ook nog even aan het kijken naar dit. Zijn we ook wel in geïnteresseerd. Hoe minder, hoe beter. Okay. Ja,